Als een Valkentijn Sinkerknecht. Het publiek reageert natuurlijk op, dus het viel meteen inderdaad stil. Maar waar ik wel heel blij mee was te zien, is dat hij ook meteen de assistentie kreeg die hij nodig had. Nee, dat heeft inderdaad wel zijn gevolgen voor het WK al komend jaar. Maar vooruitkijkend naar het wereldkampioenschap volgend jaar in Ahoy, zou het ook zomaar kunnen dat we door de afwezigheid van Sinkie startplek missen. Dus ook daar kan het nog zijn gevolgen hebben. Nou, je moet een x-aantal rijders bij de top zoveel hebben op een WK. Dat klopt. De regelgeving daarvoor is dat het is, elke land heeft één startplaats. Als je één rijder bij de top 32, dan krijg je er twee startplaatsen. En als je één bij de top 8, krijg je er drie. Met Sinkie erbij is dat natuurlijk bijna garantie. En zonder hem wordt het gewoon lastig. Daan Breusme en Sinkie Knecht zullen niet starten in Korea. Daan vanwege zijn knieoperatie. Dan in principe, dat betekent dat Freek van der Wart zal moeten bij de eerste 8 eindigen. Dat brengt ook wat extra druk op zijn schouders natuurlijk. Niet alleen om te presteren, maar ik moet bij de eerste 8 eindigen. Om te verzorgen dat Nederland volgend jaar in Ahoy, WK 2017, met 3 mannen aan de start kan verschijnen. Ben je klant van KPN? Bekijk dan gratis alle programma's van KPN presenteert op je tv.